Goedendag. Kijk naar de weerverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we een paar wolken boven Nederland. Dat zijn hoge sluierwolken en die trekken van noordoost naar west. In de loop van de dag dus overal een paar wolkjes. Kunnen ook nog een paar stapelwolken ontstaan. Maar de zon, die heeft toch vooral de overhand. Een vrij zonnige dag dus. Temperaturen aan het begin van de ochtend zo rond 8 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag landinwaarts 17 en lokaal 18 of 19 graden. Aan zee vanwege een noordelijke wind iets frisser, daar 13 tot 15 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam en uiteraard ook nog zonnig. Pas later in de avond als de zon ondergaat, begint het kwik serieus te dalen en komende nacht wordt het dan lokaal 2 graden met vorst aan de grond. Morgen een herhaling van zetten. Opnieuw temperaturen die flink oplopen. Lokaal zelfs 20 graden mogelijk. Op de stranden wordt het 12 of 13 graden. En overal weer veel zon en slechts een paar wolken. Woensdag en donderdag hebben we de paraplu ook nog niet nodig. Maar de temperatuur levert wel iets in. Vrijdag, dan wordt de eerste dag waarop er regen kan vallen. Dat regengebied trekt in de loop van de dag van zuid naar noord over het land. De temperatuur gaat dan wel weer iets omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza. Ik wens u een prettige dag.